Britse Hetty van de Ven bezocht 100 landen. Ze schreef er een boek over. Reizen, dat kan iedereen. Welkom, kom binnen. Hetty, hoe bereid jij je voor op jouw reizen? Nauwelijks. Ja, misschien komt dat omdat ik in de loop der jaren natuurlijk heel vaak op reis ben geweest. Ik denk dat ik een dag van tevoren gedurende een half uur mijn spullen inpak. En daar is het dan wel zo'n beetje, qua praktische zaken. Ik probeer altijd me in te lezen. Dat is iedere reis weer een voornemen. Om echt alvast voordat we gaan in het land te duiken. Komt er meestal niet van, want er zijn altijd heel veel andere dingen te doen. Dus meestal doe ik dat pas als we er al zijn. Weet jij dan altijd al naar welk land je op reis gaat? Ja, dat over het algemeen wel. Okay. Als we gaan vliegen natuurlijk sowieso. En ook als we een grote autoreis maken, wat we heel graag doen. Ja, dan bedenken we wel even een route en zo. Niet tot in detail, maar welk land is dan wel het minste wat we weten. Oké. En ik ga op reis en ik neem mee. Wat neem je altijd mee? Oh, die kan ik wel laten zien. Dat ligt hier. Dit is heilig. Iedere reis neem ik een schrijfboekje mee. En ik heb enorme liefde voor schrijfboekjes. En dat, dus mag ik iedere reis een nieuw boekje kopen. En dat is ook mijn redding geweest bij het boek. Want de eerste reis die ik beschrijf is dateert van eind jaren 80. Daar wist ik natuurlijk, er was geen parate kennis wat ik toen allemaal gedaan heb. En toen had ik al schrijfboekjes. Dus die neem ik altijd mee. Die zit altijd ook niet ver weg in mijn koffer, maar bij de hand. Die kan ik ieder moment pakken. Ja, want ik las dat je eigenlijk van huis uit helemaal niet gewend bent om te reizen. Totaal niet. Ik ben opgegroeid in Boksel aan de Eindhovenseweg. En mijn vader had een fietsenzaak en later een museum. Maar vooral in de periode van de fietsenzaak, toen ik op lagere school en op de middelbare school zat, die was altijd open. Het was helemaal, het kwam niet in me op om op vakantie te gaan. En het kwam wel in mij op om op vakantie te gaan. Maar dat moest zich dan beperken tot onze nabije omgeving. Zodat mijn vader, dan ging ik met mijn moeder samen een weekje op vakantie. En mijn vader kwam dan om 6 uur, als de winkel dicht was, kwam hij naar ons toe om mee te eten. Dus het ging niet heel veel verder dan bungalowpark Vinkeloord of een camping in Mierlo. Zo'n 25 kilometer, dat was prima, maar verder niet. Wat triggerde jou dan om zoveel te gaan reizen? Ja, volgens mijn eigen analyse is het begonnen. Ik zat in 5 HAVO, het was 1990. En in 5 HAVO ga je met je klas, met je jaar, een beetje op reis. En wij gingen naar Berlijn. En dat was wel heel boeiend, want in 1989 is de muur gevallen. Dus in 1990, politiek gezien was die muur er niet meer, maar fysiek gezien stond die er nog gewoon. Dus wij zaten in een bus met allemaal, zeg maar, 5 HAVO ongeïnteresseerde types. En we zagen die muur staan, die er nog helemaal stond. Nou, iedereen zat met een neus tegen de raam, maakte met kleine analoge cameraatjes foto's. En ook die dagen daarna zijn we natuurlijk die stad gaan verkennen. En realiseerde ik me van, geschiedenis komt niet uit een boek. Geschiedenis is echt. En dat gaat over mensen. En dat gaat over, door de geschiedenis wordt ook het heden weer bepaald. Dat is heel vormend. En die 4 dagen in Berlijn, volgens mij zijn die de aanstichter geweest. Dat denk ik echt. Oké. Wat is voor jou nu nog steeds het belangrijkste doel van jouw reizen? Als je op reis gaat, wat zoek je? Ja, ik denk oprecht, dat is ook wel wat ik schrijf in mijn boek. Reizen is de beste universiteit van het leven, denk ik. Dat klinkt heel dramatisch en zwaar. Maar je leert zoveel door naar andere culturen te gaan. Om er echt even in ondergedompeld te raken. Het is heel goed voor je, voor de kleuring van je wereldbeeld. Nederland is niet zoals de wereld is. Nederlandse relatief verwende mensen, zo is het niet overal. En dat betekent ook niet dat het ergens anders minder is. Het is ergens anders anders. En dat is wel een heel verschil. En ik vind het voor mezelf heel fijn dat ik die nuance, naarmate je meer reist, die nuance heel goed leert kennen, leert zien. Oké. Want je zegt ook in je voorwoord ergens van, reizen zijn voor mij de belangrijkste levenslessen. Ja, dat is echt zo. Ik heb niet alleen toeristische reizen gemaakt. Ik heb meerdere keren mijn oom bezocht, die missionaris is voor de orde van Moeder Teresa. Ik ben hem op gaan zoeken in de meest afschuwelijke sloppenwijken in Haiti. In Mexico, in een heel slecht deel van Mexico-stad. Ja, dan zie je gewoon dat je als Nederlander, als West-Europeaan, aan de bovenkant van de piramide zit, hè, qua welvaart en voorzieningen. En ik vind het heel waardevol om te zien dat het ook anders kan, maar dat armoede,
en geen vanzelfsprekende maaltijd iedere avond of een dak boven je hoofd niet per se betekent dat je ongelukkig bent. Want dat is niet zo. En dat is wat ik heel erg heb gezien en wat ik heel waardevol vind. Dat is voor jou een belangrijke les om te weten, ja, dat je gelukkig kunt zijn zonder... dak boven je hoofd. Ja, een dak boven je hoofd is denk ik wel heel primair. Maar je hoeft niet rijk te zijn. En je hoeft niet de nieuwste telefoon te hebben om gelukkig te zijn. Mm-hmm. Sterker nog, ik heb vaak gezien dat mensen die heel weinig hebben, maar bijvoorbeeld een hele sterke gemeenschapszin hebben met elkaar. En met elkaar in een klein dorpje wonen. En de een heeft dit te eten en de ander heeft dat te eten. En samen maken ze er een potje van. En s'avonds zitten ze met elkaar onder een boom verhalen te vertellen en een liedje te zingen. Dat is een hele hoge mate van geluk. Mm-hmm. Ja. En dan kunnen wij iedere avond sushi bestellen. Maar wij zitten niet zo heel vaak met elkaar bij een kampvuur te zingen. Nee. Of zo. Dat vind ik wel, dat is wel wat ik heb gezien en wat ik heel waardevol vind. Ja. Okay. En is dat ook iets wat je aan je lezers mee wil geven? Zo'n soort boodschap van... Nou ja, wel, ja ik heb geen doel met het boek. Ik wilde het heel graag zelf maken en ik wilde gewoon heel graag laten zien van de wereld is gewoon heel mooi. Maar wel van, ben niet te voorzichtig. Als ik dan een boodschap zou hebben, dan wil ik wel heel erg graag laten zien van, laat je niet tegenhouden. En ook als bijvoorbeeld een jong gezin of gewoon iemand twijfelt van, zal ik nou op reis gaan of zal ik een nieuwe keuken kopen? Nou, dan word ik wel heel blij als ze dan beslissen om een reis te maken. Ja, die keuken toch. Komt wel, ja. Staat er weer een reis op de planning? Nou, ik had een hele goede planning, want een paar maanden voordat corona uitbrak bezocht ik mijn 100ste land. Dat was natuurlijk op een gegeven moment een doel, hè, dat zo'n mooi rondcijfer. Dus dat is gelukt. Maar sinds corona is uitgebroken, ik ben afgelopen zomer een paar weken in Oostenrijk en Zwitserland geweest. Gewoon vanuit thuis met de auto, maar niet verder. Mm-hmm. Ik heb Nederland intensief bezocht. Dat had ik natuurlijk al wel eens gedaan, maar weer naar de Waddeneilanden, naar de Veluwe. En ik vind het fantastisch. Ik ben ook nog nooit in een land geweest waar ik liever zou willen wonen dan in Nederland. Maar ik verlang er wel naar om weer echt op reis te gaan. Ja. Wij vroegen ons af of jij een favoriete passage hebt waarvan je denkt, nou, dit vind ik, daar ben ik zo blij mee dat het in het boek staat. Kan jij daar ons iets van laten horen? Je begrijpt dat dat een onmogelijke vraag is. Hè? Reizen laat oogkleppen verdwijnen. Reizen verruimt je blik op de wereld. Reizen nuanceert. Reizen maakt nederig. En reizen stemt dankbaar. Reizen is de meest kostbare leerschool van het leven. Vind ik. Ik zie er naar uit om nog meer te reizen. Nieuwe plekken te ontdekken, bekende plekken te herontdekken. In de Ardennen of op de tundra, tussen de Aboriginals of bij de Maasai, in Berlijn of Botswana. Onderweg zijn en je verwonderen kan altijd en overal. En ooit, wanneer ik samen met Pieter achter de granium zit, pakken we dit boek erbij. Kijken we elkaar aan en zeggen we, weet je nog, wat is de wereld mooi. Nou, dankjewel.